Zondag even na 11:30. U kijkt naar KRO's Oog in Oog. Met de rechtsbuiten van de VVD ooit het keffertje van Den Haag vandaag. Grote mond, slaande deuren, joeg als Kamerlid het hele onderwijsveld in de gordijnen. Is nu de nieuwe Mr. Asfalt. Zijn ambities reiken tot in de hemel. Maar vooralsnog is hij de sergeant der liberalen. Zijn fractieleider wil hier niet komen, hij wel. Hier is Ton Elias. Meneer Elias, goedenavond. Nou, daar klopt al weinig van. Nou, dat zullen we dan zo meteen zien. Waarom wilde u geen minister worden? Ik ben niet gevraagd, maar stel dat ik zou zijn gevraagd voor bijvoorbeeld buitenlandse zaken. Dat gelooft helemaal niemand wat ik nu ga zeggen, maar toch is het waar. Dan zou ik nee gezegd hebben. En als u gevraagd zou zijn voor onderwijs? Daar denk ik niet dat ik voor gevraagd zou zijn. Zou u gevraagd zijn überhaupt? Misschien als staatssecretaris. Bent u gevraagd als staatssecretaris? Nee. Ook niet? Nee. Kamervoorzitter dan? Daar moet je je vinger voor opsteken. Ja, hebt u wel gedaan. In eerste instantie. In de eigen fractie. Dat laatste klopt. Maar u hebt het net afgelegd met een paar stemmen verschil tegen de huidige Kamervoorzitter van Miltenburg. Ja, zo is dat. Waarom? Omdat de stemming anders uitviel dan ik had gehoopt. Waarom zou dat zijn? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hebt u wel gevraagd, toch? Het was kantje boord. We praten overigens doorgaans niet over wat er in de fractie gebeurt. Maar 21-18 stemmen? Het was kantje boord. Zoiets en, dus? Het was dus kantje boord. En dan gaat het niet door. En dan moet je, als je er niet tegen kan dat je zoiets ook verliest, dan moet je ook je vinger niet opsteken. Dat is niet ingewikkeld. En bovendien, formeel is er is niks over geregeld. Maar ik heb gezegd, als ik het in de fractie niet haal, dan ga ik me niet toch nog stiekem kandidaat stellen daarna. Nee. Want dat kan ook als je dat zou willen. Ja. Maar dat vond ik niet chic. Nee, dus daar strandde dat schip. Ja, maar dat is helemaal niet erg. En u bent niet, nou ja, dat weet ik niet. U bent toch ambitieus? Zeker, maar ik zit nu af en toe ook voor. Want ik ben lid van het presidium van de Tweede Kamer. En dan af en toe val je in. Ik vind het ontzettend eervol en leuk en interessant om te doen. Maar u bent een bekend Kamerlid van de VVD. U hebt een bekend hoofd. Grote mond over het algemeen. Ja, u zegt het. Volgens mij valt het wel mee. Nee, ik vind dat je als politicus een stellingname moet hebben en iets moet vinden. Ja. Dus dat je niet moet zeggen als de A27 wordt aangelegd, de flankerende maatregelen met betrekking tot het faunabeheer zullen we zo goed mogelijk inpassen. Nee, kappen die bomen. Maar dat je moet zeggen, ja, we gaan dat aanleggen. Dat is goed voor de economie. Dat is het vrachtverkeer moet doorrijden. En jammer voor die bomen. Er gaan ook een paar mollen dood. Ja. Dat vind ik. Er stonden vandaag 1000 mensen te demonstreren. Ja, dat kan. Dat is ook Amelis Weert hebben we het over. Dat is ook een goed recht. Ja. Maar ik bedoel, ik vind dus dat je in gewoon Nederlands een duidelijk standpunt moet innemen als je politicus bent. Ja. Dat is iets anders, vind ik, dan het hebben van een grote mond. Maar waarom hebben ze u niet gevraagd voor een ministerschap of voor een staatssecretariaat? Ik denk omdat ik weinig bestuurlijke ervaring heb. En ik denk ook omdat ik het leuk vind als Kamerlid. Ik vind het interessant werk. Ik heb er mijn bedrijf voor verkocht om dat te gaan doen. Misschien komen we daar verderop nog over te spreken. Zeker. Ik vind het eervol werk. Ik vind het leuk om dingen te bereiken. Ja, dat zegt elk Kamerlid dat een positie misloopt ook. Nee, dat is niet waar. Want voor sommige ministersposten, als je 90, 100 uur per week zoet bent en je zit al die tijd in het buitenland, zou ik er niet voor over hebben, gelet op mijn gezellige en leuke persoonlijk leven dat ik heb. Maar goed, u zegt net zelf, ik ben ambitieus. Dus een ministerschap had u op zichzelf wel geambieerd, toch? Nou, dat hangt er maar helemaal vanaf. Serieus? Serieus? Zou het ook iets mee te maken kunnen hebben dat ze u toch een beetje als een enfant terrible beschouwen en iemand met een grote mond die iedereen voortdurend in de gordijnen jaagt? Nou, dat denk ik niet. Dat valt allemaal reuze mee. Al die dingen die u zegt, die zijn ook nog maar veronderstellingen van 20, 25 jaar geleden. Nou, veronderstellingen, dat zijn nog wel. Ja, nou ja, u bent met knallende ruzie weggegaan bij Den Haag vandaag, bij RTL, bij Egon. Nee. Dat is allemaal niet waar. Nou, bij Egon. Nee, dat is helemaal niet waar. Bij Egon zijn rapporten volgeschreven over functioneren toch daar? Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Het is gewoon echt de absolute onzin. Ik ben daar zelf weggegaan omdat ik het niet meer leuk vond. En dat had niks te maken met de sfeer op de werkvloer en het feit. Nee. Maar bij RTL was er een conflict met de hoofdredactie. Bij RTL ging het om het is allemaal heel lang geleden. Zeker. 30 jaar geleden of zoiets. Ja. Bij RTL ging het erom dat er iemand werd benoemd die voorlichter was van het CDA. Ja, Frits Wester. En een prima vent. Ja. En ook een hele goede journalist geworden. Ja. Ja. En een prima persoonlijke verstandhouding mee. Ja. Maar hij kwam rechtstreeks van het CDA als voorlichter. Ja. En ik was daar journalist bij RTL. En het bemoeilijkte de informatievoorziening tijdens de formatie dat iemand daar op de redactie rondliep. En van journalisten bij RTL tegen mij werd gezegd, wij vertellen jou niks meer. Ja. Want binnen de kortste keren weten ze van de Partij van de Arbeid de strategie bij de formatie. Omdat het via een oud CDA-man daar loopt. Maar toch, daar had ik bezwaar.
bezwaar tegen. Maar toch hebt u vanwege de geschiedenis, zal ik maar zeggen, in ieder geval aan uw broek hangen dat waar Ton Elias is, gedoe ontstaat, nou, geruzie ontstaat. Ik ben nu 5 jaar Kamerlid. Wijs maar aan waar die ruzie is rond mij. Dat valt allemaal reuze mee. Bent u daarvoor veranderd? Daarvoor was ik 13 jaar onder. Ja, ik ben wel wat veranderd, denk ik. Ik denk vooral door het feit dat ik kinderen heb opgevoed. Daar word je wel iets milder van, denk ik. Maar niet zo heel veel. Ik vind iets. En als je ergens iets van vindt, ja, dan moet je er ook voor gaan staan. Ja. U bent nu de sergeant van de VVD-fractie. Laten we zeggen, dat is de fractiesecretaris. Degene, dus zeg maar de onderofficier die moet drillen en moet zorgen dat iedereen op de goede momenten zijn hand opsteekt. Nou, even simpel gezegd. Dat is wel heel simpel gezegd. Maar dat is wel een beetje waar. Nee, het is het oliemannetje. Je moet zorgen dat er links en rechts wat olie in de radertjes gaat en dat het een beetje loopt. Het is aanmerkelijk minder drillerig dan u er hiervan maakt. Ja? Ja, absoluut. Toen u het werd, ja, wilde u graag naast Halbe Zijlstra een kamer, toch? Nee. Echt niet? Nee, absoluut niet. Het verhaal gaat met dubbele gecapitoneerde deuren. Absoluut onzin. Ik wilde graag een kamer voor mezelf alleen. Dat is nou zo'n heel kleintje. Ja. Want dan kan ik me beter concentreren als ik zonder mijn medewerker op één kamer moet zitten. Maar dit verhaal klopt niet. Bent u makkelijk voor uw omgeving? Ik ben veel eisend. Ik stel eisen aan mensen. Dat wordt wel eens als niet makkelijk gezien. Maar ik stel ook eisen aan mezelf. En ik vind het ook goed om eisen te stellen aan mensen. Ik heb in het begin bijvoorbeeld beleidsmedewerkers gehad die dat allemaal heel lastig vonden. En die toen ze weggingen en een prachtige andere functie gingen... Dat moet ik niet te precies zeggen, anders weet iedereen waar het over gaat. Nou, maar mag best. Prachtige andere functie gingen bekleden. Ja. Die tegen mij zeiden, nou, het was wel even wennen in het begin, maar we hebben er veel van geleerd. En voor de functie die ik nu heb, was het eigenlijk wel goed dat je wat lastiger was. Toch, iedereen die u meemaakt in de omgeving van uw medewerkers en vroeger in de omgeving van secretaresses, die zegt, ja, hij behandelt ze wel een beetje als voetveeg. Dat is absoluut u hebt een batterij secretaresses versleten in het verleden, waar een gemiddelde CEO een leven over doet. Nee, dat is ook niet waar. Ja, ik weet niet hoeveel er allemaal nog komt van die verhalen, maar dat valt allemaal reuze mee. Hoeveel secretaresses hebt u gehad dan? Toen ik zelf ondernemer was, heb ik een stuk of 4 gehad. In hoeveel tijd? Nou, 7 jaar. 7, 8 jaar. Het is niet zo dat iedereen niet aan uw maatstaven voldoet en dat u binnen mun van tijd weer afscheid neemt van die. Nee, dat valt wel mee. Bij medewerkers, bij mijn eigen communicatieboek, toen ik de baas was, nam ik jonge mensen aan die ik heel veel kansen gaf. Ja. En ik zei, als het binnen 6 maanden er niet uitkomt, dan nemen we weer afscheid. Als er een deetje of een teetje verkeerd stond, was er een probleem? Nou, of als iemand te laat komt. Want als iemand te laat komt bij een klant, vind ik onbeschoft. Ja. Dus als hij te laat komt bij mij op een gesprek, dat vind ik net zo belangrijk als bij een klant. Nou, dan hoef ik er niet meer mee te werken. Want ik wil niet dat mijn bedrijf op zo'n slordige manier gerepresenteerd werd door mijn eigen mensen. Dat vind ik heel, heel, heel verdedigbaar. Dus al die verhalen uit het verleden, namelijk daar waar Ton Elias komt, dat daar geruzie ontstaat, zijn onzin en hebben ook niks te maken met het feit dat u geen post hebt gekregen in dit nieuwe kabinet. Nee, dat heeft ten eerste zijn die verhalen zeer, zeer overdreven. Ja. En ten tweede dat laatste, nee, al helemaal niet, denk ik. Nee. U neemt uw werk als Kamerlid buitengewoon serieus. Ja. Controleur van de regering. Zeker. Dat staat hoog in het vaandel. En verspilling van belastinggeld al helemaal. Ja. Een paar jaar geleden maakte u zich enorm druk toen er 4,5 miljoen aan dubieuze rekeningen, volgens de rekenkamer althans, was uitbetaald door de Nederlandse overheid. Door het ministerie van Economische Zaken. Dat daar nota bene zelf op zou moeten letten. Ja, maakte u zich druk over, want zei u 4,5 miljoen vind ik veel geld. Ja, dat klopt. Vind ik dat op de dag van vandaag. 140 miljoen is nog wat meer. Ja. En 140 miljoen zijn de kosten die wij met z'n allen moeten gaan betalen uit de belastingkist. Omdat wij 130 mogen rijden van u op de snelweg. Vanwege alle extra maatregelen. Ja. Terwijl dat nauwelijks tijdswinst oplevert, een paar minuutjes maar. Dus dat is toch ook een hoop belastinggeld dat we over de schutting gooien voor een leuke mededeling voor de VVD-achterban. Oh, dat is de constructie die u in elkaar geschroefd heeft. Ja. Okay. Die klopt niet. Ja hoor, die klopt wel. Klopt niet. Nee, die klopt niet. Er wordt 85 miljoen extra maatregelen voor de verkeersveiligheid. Nee, die 30 miljoen in 2014 daar nog bovenop. En tenminste 25 miljoen extra geluidsschermen. Nee, maar die kosten zullen wel kloppen. Voor een paar minuten aan extra reistijd. Maar minder reistijd bedoel ik. Dat is nou precies wat niet klopt. Je kunt op tal van plekken in Nederland doorrijden, waardoor er veel meer tijdwinst wordt gemaakt. Ja. En bovendien is het ook gewoon een belofte die we aan de kiezers hebben gedaan. Ja. Dat we dat gaan doen. En ja, het 140 miljoen kun je ook nog wel een paar nuttigere dingen uitgeven, toch? Om structureel aan de bouw, aan infrastructuur, om structureel aan asfalt in Nederland in de komende 5 à 10 jaar te groeien naar een situatie dat je op 55% tot 60% van de wegen 130 kan rijden. Dat zullen mensen u niet nazeggen dat dat zin. Ook als er allemaal berekeningen blijkt dat het maar een paar minuten tijdswinst oplevert. Nou, maar die berekeningen zijn zeer dubieus. En bovendien waarom zijn die dubieus? Omdat
die uitgaan van het kleine gedeelte dat nu is toegestaan. Maar het gaat steeds meer worden. Er komen steeds meer plekken in Nederland waar je 130 mag rijden. Weten we dan ook dat we daar 130 mogen rijden? Komen daar niet weer 5 verschillende borden te hangen waardoor je door de bomen het bos niet meer kan zien? Er zijn onhandigheden bij de A12 en bij de A27. Ja. Dat is absoluut waar. Dat wordt nu per... Ik geloof eind mei komen de matrixborden op de A12. Ja, aan raison van? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval... ik denk dat heel veel automobilisten het buitengewoon plezier vinden dat we nu als regel in Nederland 130 mogen gaan rijden. Ja. En dan vind ik 140 miljoen niet zo ongelooflijk veel geld, eerlijk gezegd. Nou ja, je kunt het ook, als we het hebben over 250 miljoen extra aan infrastructuur of 250 miljoen aan extra WW, dit is de helft ongeveer. Ja, eenmalig. Eenmalig. Het is toch een hoop geld? Als u 4,5 miljoen al een hoop geld vindt, is 140 miljoen toch een hoop meer geld? Zeker, maar ik vind dit verdedigbaar. Goed. U zegt net, de weerwaar aan borden, dat wordt opgelost. Maar u weet ook niet hoeveel dat kost. Nee, dat weet ik maar niet. Een bende was het wel, meneer Elias, toch? Nou, het was hier en daar wat onoverzichtelijk. Dat is absoluut waar. Maar het wordt ook overdreven. Als je weet dat op dat stuk bij de A2, daar is het... Ja, daar gaan, het is onderzocht, hè, dat heet dan in het Koeterwaals van die onderzoeksrapporten... heet het verwachtingsmanagement. Ja, mensen wat denken die onderzoeksrapport ook alweer? Nou, dat weet ik niet. Nee, ook veel geld meestal. Ja, ongetwijfeld. Dat is toch zo. Ja, als er worden miljoenen en miljoenen aan externe bureaus. Als een ander deel van de Kamer daarom vraagt, dan kan ik het in mijn eentje... Die tegenhouden. De VVD heeft geen 76 zetels in de Tweede Kamer, helaas. Nee, maar de mensen hadden de indruk, mensen hebben de indruk dat je meteen met 130 die weg bij de A2 op kan, terwijl het daar gewoon 100 is. Het staat ook aangegeven. Moet dat snel veranderen, naar 130? Zo snel mogelijk. Maar wat is snel, snel mogelijk? Nou, er moet rekening gehouden worden met veiligheidsnormen, met verkeers, met milieunormen. En schermen. En op sommige stukken kan het dus niet en zal het ook 100 blijven, want we moeten ons wel houden aan de regels die we zelf stellen. Goed, u zegt het kost een hoop geld, maar dat is het wel waard. In dit geval wel, ja. Ja, en dat gaat dan, dat je ook aan andere dingen kunnen uitgeven. En nou is het zo dat de koning hier straks in dit land ook nog wel belasting moet betalen. Dat was misschien niet mogelijk geweest als we die 140 miljoen ergens anders voor hadden gebruikt, toch? Ik begreep hem niet, wat zei u? De koning moet toch belasting gaan betalen? Althans, uw vrienden van de Partij van de Arbeid vinden dat. De vrienden van de Partij van de Arbeid vinden wel vaker iets waar wij net weer iets anders over denken. Dat is ook overigens het ingewikkelde van dit kabinet. Ja. Bij tijd en wijle zijn we het domweg ideologisch oneens. Gaat de koning wat u betreft belasting betalen? Volgens mij is dat niet het voornemen dat de VVD heeft. Maar ik zal dat eens navragen bij mijn collega. U bent fractiesecretaris, dus die gaat ook over de strategie. Nee, dat is helemaal niet zo. U zit toch in het fractiebestuur? Ja, maar dat is... Daar worden toch de lopende zaken doorgenomen? Maar dat is geen politbureau dat de politieke beleid bepaalt. Dat doet bij ons in ieder geval de fractie van de Tweede Kamer. Ja. 41 mannen en vrouwen die op dinsdag bijeenkomen. Ja. En die bepalen even serieus. Die bepalen wat er gebeurt. Ja. En niet een van de politbureau of een fractiebestuur. Dat zorgt gewoon inderdaad dat het toiletrollen op tijd worden besteld en dat er ook een beetje overleg is over welke moties wanneer door wie met T'tjes en V'tjes tegen en voor worden geïnventariseerd. U gaat over de toiletrollen? Nou, over de moties vooral. Goed. Vindt u als Kamerlid dat de koning meer belasting of belasting überhaupt zou moeten gaan betalen? Ik geloof niet dat dat nou zo'n ongelooflijk grote bijdrage zou leveren aan de schatkist. Het antwoord is dus nee. Ik denk dat dat zwaar symboolpolitiek is, eerlijk gezegd. Jacht op brievenbusfirma's, wat Diederik Samsom, de leider van de Partij van de Arbeid, ook wil. Goed idee of niet? Dat hangt zeer af van de mate waarin die brievenbusfirma's er ook in Nederland zouden zijn. Nou, die zijn er. Er worden onderdelen als brievenbusfirma gekwalificeerd die dat niet zijn. En we moeten ook het vestigingsklimaat in Nederland niet naar de donder helpen. Dat lijkt me buitengewoon onverstandig. Dus niet zomaar invoeren? Niet 1, 2, 3 achteraan lopen, nee. Nee, dus de koning gaat geen belasting betalen en die brievenbusfirma's ook niet meteen op stang jagen? Nou, niet allemaal. En ook eens precies kijken wat er nou reëel van is van die klachten en wat niet. Mijn collega Helman de Peres heeft daar vrij indringende vragen over gesteld. Of gaat dat komende week doen aan de staatssecretaris van Financiën? En dan zien we wel weer verder. Dit zijn twee punten die de leider van de Partij van de Arbeid onlangs heeft ingebracht als belangrijk voor de Partij van de Arbeid. Ja, dat kan. Maar er zijn meer dingen waarin de Partij van de Arbeid een andere visie heeft dan de VVD. Hè, waarbij het van belang is om zo goed mogelijk te kijken waar je samen uitkomt. Wat u betreft krijgt hij niet zomaar zo zijn zin? Op deze punten niet, nee. U bent van de oude stempel, hè? Dat hangt er vanaf waar het over gaat. U hecht erg aan de tradities van de Tweede Kamer, dat alles ordentelijk verloopt. Dat de Kamer controleert, mede wet geeft. Zeker, ja. Ik erger me buitengewoon aan partijen, zoals de PVV en de SP, die bijvoorbeeld aan wetgevingsprocessen
nou, niet of nauwelijks is wat te hard, maar minder actief meedoen dan andere partijen. Dus dat is het stellen van schriftelijke vragen aan het kabinet. Ja. Zou je dat nou wel zo en zo doen in een wet? Ja. Dat heet de schriftelijke voorbereiding. Ja. En dan wel een enorme grote mond op dat spreekgestoelte en de Kamer gebruiken als electoraal platform. Terwijl de rol van medewetgever die we hebben, veronachtzaamd wordt. Een van de basisprincipes bij uw controlerende taak is dat de minister of de staatssecretaris, of welke andere bewindspersoon, laten we zeggen kabinetsbreed dan ook, de Kamer juist tijdig en volledig moet informeren. Zeker. Als dat niet gebeurt, is dat een... Nou, dat hoort niet. Politieke doodzonde. Dat hoort niet. Waarom heeft het Kamerlid Elias dan niet voor het wegsturen van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gestemd, dan wel de minister, toen er een rapport over de veiligheid op het spoor toch in een la bleek te leggen, terwijl de Kamer daar niet van op de hoogte was? Omdat de minister aangetoond heeft dat zij op haar op dat rapport had gezet naar de Kamer sturen. Dat doet het ook niet toe. Het rapport was er niet. Nee. De minister is verantwoordelijk voor de gang van zaken op een departement. Ja. Samen met haar staatssecretaris. Ja. En het rapport was niet in de Kamer. Als ambtenaren niet doen wat die minister zegt, heeft zeker in staatsrechtelijke zin die minister een probleem. Ja. En in dit die geval minister, niet? En die, jawel. Nou, die heeft excuses moeten aanbieden, dan was het allemaal weer klaar. Nee, dat is te gemakkelijk. Dat is echt te gemakkelijk. Die minister heeft in de Kamer gezegd, dit neem ik zeer hoog op. Ja. Ik vind dat we hier heel serieus naar moeten kijken. Ja. Ze heeft gezegd, en daar horen rechtspositionele gesprekken bij. Ja. En die rechtspositionele gesprekken worden binnenkort gevoerd. Ja. En er is een secretaris-generaal van een... Van rechtspositionele een gesprekken, dat betekent ontslag. Nee. Of in ieder geval disciplinaire maatregelen. Nee, dat betekent wat ik zeg, rechtspositionele gesprekken. Ja, wat betekent dat dan? Nou, je hoeft niet per definitie iemand meteen te ontslaan. Kan ook overplaatsing betekenen. Als je er een zeer indringend gesprek mee voert. Ja, maar goed. Om te zorgen dat zoiets niet opnieuw gebeurt. Want ik heb er meer aan dat het niet meer gebeurt dan dat er een of andere symboolmaatregel wordt. Zou de parlementaire journalist Ton Elias niet ook hebben aangedrongen op het aftreden van de minister in zijn vraagstelling? Bij een nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik wel zou hebben gevraagd, heb je er vertrouwen in dat het nu een volgende keer niet gebeurt? Heb je vertrouwen in dat die minister nu... Nu ze dit heeft ervaren en heeft gezegd, ik ben me daar rot van geschrokken in gewoon Nederlands. Ja. Ik vind dat dat niet meer mag gebeuren. Ja. Dan heb je er vertrouwen in? Dat zou ik dus aan dat Kamerlid hebben gevraagd. En dan zou ik nu als Kamerlid antwoorden, ja dat vertrouwen heb ik. Ja, dus laten we zeggen, de doodzonde, de Kamer te laat, onvolledig of onjuist informeren. Als je er een excuus aan vastknoopt en je ontslaat een paar ambtenaren, dan is het oké. Ik vind de vraagstelling niet juist. Omdat het ervan uitgaat dat die minister dat bewust deed. Nee, die minister heeft gezegd... Maar dat doet er niet toe. Er staat nergens dat het bewust die minister of onbewust. Die minister heeft in augustus gezegd, stuur dat rapport naar de Kamer. Ja. En vervolgens heeft het apparaat dat niet uitgevoerd. Maar daar is de minister voor verantwoordelijk. En de Kamer heeft die informatie niet gekregen. En zeker. Dat, die verantwoordelijkheid betekent niet per definitie dat je dus vervolgens zegt, wegwezen met die minister. Als die minister zegt, ik neem maatregelen. Ja. Waardoor ik dat apparaat weer in het gareel krijg. Een Kamerlid is ook medewetgever. Zeker. Dus een Kamerlid moet dingen voor elkaar krijgen, dingen veranderen, ja. Onderhandelen met coalitiegenoten of desnoods met oppositiepartijen. Zeker. Vindt u dat goed doet? Nou ja, dat moet je van jezelf niet zeggen, maar dat gaat heel behoorlijk, ja. Andere partijen zeggen, hij maakt een hoop kabaal, maar als puntje bij paaltje komt er weinig terug. Dat is onjuist. Ik heb over de koopzondag een hele hoop bereikt. Ik heb weten te regelen dat er voorlichting over homoseksualiteit kwam op scholen. Ik heb gezorgd dat er een hele hoop geld minder werd uitgegeven. Nee hoor, dat ben ik absoluut niet met u eens. Toen u woordvoerder onderwijs was... Maar als u niet zegt wie u dat vertelt... Jasper van Dijk, Kamerlid van de SP bijvoorbeeld. Ja. Die zegt, het ging over uw tijd als onderwijswoordvoerder. Nou en? Van de SP. Dat is toch een vrij grote partij. Ja, maar daar hoef ik geen zaken mee te doen. Hoezo? Omdat die altijd standpunten hebben die ver buiten de politieke realiteit staan. En daarmee is wat ze zeggen ook per definitie? Nee, maar Jasper van Dijk heb ik over onderwijsbeleid op één punt alleen maar zinnige dingen horen zeggen. En dat is dat het toezicht scherper moet zijn omdat er te veel onderwijsgeld vermorst wordt. En daarover hebben we nou toevallig wel samen opgetrokken. Maar dan even naar de inhoud van zijn kritiek. Ton heeft het voor elkaar gekregen om met iedereen ruzie te krijgen als onderwijswoordvoerder. Zijn adagium was, leraren zijn lui, voeren niks uit en je kunt ze niet ontslaan. Hij kreeg met iedereen aan de stok, maar als je ziet wat het heeft opgeleverd, helemaal niks. Ja, dat vind ik absolute onzin. 1 op de 5 leraren op het VWO en 1 op de 4 leraren op de HAVO functioneert niet goed, zegt de onderwijsinspectie. Ja. We begonnen dit gesprek met dat je dingen bij de naam moet noemen. Ja. Dat heb ik gedaan. En ik heb erbij gezegd, het moet normaal worden in Nederland dat slecht functionerende leraren eerst worden geholpen en bijgeschoold, maar als ze niet in de benen komen, ook worden ontslagen.
ontslagen. Maar wat heb, en wat heb ik daarmee in wetgeving gedaan? Wat heb ik daarmee bereikt? Ja. Wat heb ik daarmee bereikt? Is dat er in de onderwijswereld een serieuze discussie daarover op gang is gekomen. Ja. En dat ik vele rectoren heb gesproken die zeggen: ja, wij waren al mondjesmaat begonnen met functioneringsgesprekken. En dat gaan we vaker doen. Want dat is inderdaad iets wat we echt serieus moeten nemen. Maar waar is er een initiatiefwet gekomen of een ander initiatief om dit te gaan regelen? We hebben de hele stapel met moties van uw hand doorgelopen. Ik heb heel weinig moties ingediend. Ja. Laatst nog één trouwens, dat reclamevliegtuigjes ook op zondag mogen vliegen. Ja. Ja, dat is toch. Dat bleek dat er een paar van die bedrijven over de kop dreigden te gaan door zo'n ouderwets verbod. Dan is het toch niet zo raar om daar een vraag over te stellen. Dat is overigens een Kamervraag. Moties is iets anders. Nee, de motie heb ik. Het is een motie. Heb ik aangehouden. Ja. Heb ik aangehouden, die trek ik in, want het wordt nu geregeld waarschijnlijk. Okay. Goed, maar over die onderwijs. De CITO-toets. Het uniformeren van de CITO-toets is een rechtstreeks gevolg van het feit dat ik daarover een motie heb ingediend samen met Harm Beertema van de PVV. Pardon, die door de Partij van de Arbeid is gestemd. Neem me niet kwalijk, verkoudheid. Als u zegt... Emoties. Nou, dat valt wel mee. Emoties. Zo snel gaat het dan ook weer niet, meneer Elias. Als u zegt, ik wil dat echt veranderen. Ik wil echt dat slecht functionerende onderwijzers sneller worden ontslagen. Ja. Sneller worden vervangen. Ja. Ondanks trouwens het feit dat er nog altijd een paar honderd, ik geloof 750 in totaal vacatures zijn in het onderwijs. Met name wiskunde, Engels en de Nederlandse taal. Dat is geen reden om slechte mensen te laten zitten. Gaat u maar waar is dan de wetgeving gebleven die dat mogelijk maakt? U bent een socialist. Ik ben helemaal niks. We moeten niet alles met wetgeving willen regelen in Nederland. Ontzettend veel is ook mentaliteit. Is ook dingen bespreekbaar maken. Is zorgen dat een treintje gaat rijden. Ja. Mensen als Winsemius en Elko Brinkman, voor wie ik veel respect had als minister, die zeiden je moet een maatschappelijk thema aan de orde stellen. Ja. Je moet erop blijven hameren. Ja. En op een gegeven moment gaat dat treintje dan ook rijden. Maar u bent toch ook medewetgever? U kunt toch ook een initiatiefwetsvoorstel doen? Natuurlijk kan ik dat doen. En maar dat u niet en, gedaan. Nee, maar verandert Nederland als er een wet wordt aangenomen? Nee, maar het helpt niet. Toch ook niet door iedereen in de gordijnen te jagen, waardoor niemand met u wil praten? De voorzitter van de Raad voor Primair Onderwijs en de voorzitter van de Raad voor het Voortgezet Onderwijs zijn naar aanleiding van de discussie die ik ben gestart met hun eigen scholen en met hun eigen achterban, vraagt u het dan bij hen na in plaats van bij een willekeurig SP-Kamerlid, begonnen om serieuzer aandacht voor dit probleem te vragen. Ook de onderwijsbonden zaten toen, ik heb ze zelf gesproken, in de gordijnen in die tijd. Ja, maar natuurlijk, maar die onderwijsbonden, dat is de grootste conservatieve factor in Nederland. Ja. Vind je het gek dat die tegen een beetje verandering is op dat punt? Ben ik niet van verbaasd. Ik zei net, u houdt van tradities. U hebt trouwens uitgezocht wat uw collega-Kamerleden moeten dragen tijdens de troonsopvolging. Ja, want als je voor een feestje wordt uitgenodigd, dan is het logisch dat je je een beetje richt naar de... Wat is de code? Nou, de code is een jaquet voor heren, maar het mag ook een gewoon net pak zijn. Een tenue de ville heet dat, officieel. En een jaquet is tegenwoordig met een grijs vest. Niet zwart, want dat doe je op begrafenissen. Dat was vroeger zwart, maar tegenwoordig is dat voor begrafenissen. En voor de dames is het tot op de knie en met gedekte mouwen. U hecht, ik zei het al, aan traditie, maar ook aan de parlementaire geschiedenis. En u, als ik goed ben geïnformeerd tenminste, weet en leest ook veel over uw voorgangers. De mastodonten van de politiek van vroeger, toch? Zeker. Waarom luistert u dan niet naar ze? Omdat deels hun rol is uitgespeeld en ze dan nog in de actieve politiek zouden moeten blijven. En omdat ik het deels op sommige punten zeer met hen oneens ben. Weet u op wie ik doel? Ongetwijfeld op Hans Wiegel. Die heeft gezegd dat wij volgend jaar 3% de behoefte om te zorgen dat we niet nog meer met aan zijn zijde, en dat is op zichzelf met het financieringstekort. Frits Bolkestein. Ja, dat klopt. Bezuinig de economie niet kapot. Trouwens, ook het IMF zegt dat. Waarom houdt u dan ijzerheinderig vast en bent u Oost-Indisch doof voor dat soort geluiden? Nou, omdat het eenzijdige geluiden zijn. Er zijn ook andere geluiden. Als uw eigen partij. Als u heeft gelezen wat meneer Korteweg daarover heeft gezegd de afgelopen dagen in de kranten. Als u ziet het CER-rapport wat eergisteren is verschenen. Die wijst op de buitengewoon beroerde cocktail waar Nederland voor zit. Nou, ik zal niet in de details treden. Er zijn net zoveel economen die misschien iets minder luidruchtig, maar vinden dat het wel degelijk van groot belang is dat we ook het financieringstekort beteugelen en er op lange termijn weer bovenuit komen in Nederland. Ja. Als er nu mensen van de zijlijn zijn die dat anders vinden. En dus Wiegel, ik ben dol op die man, vindt een fantastische man, maar die heeft op dit punt natuurlijk niet zo heel veel recht van spreken. Vanwege het feit dat onder het kabinet dat hij met Dries van Acht
Nou, hij was degene die toen Andriessen zei, we moeten van de KVP, van het CDA, zei, we moeten strenger bezuinigen als minister van Financiën. Ja. Die stapte op en Wiegel bleef zitten. Hij zelf ontkent overigens dat er toen een enorme bende is ontstaan. Maar goed, dat terzijde. Dat laatste zei ik niet. Maar op het moment supreme had hij niet vanuit de zijlijn, maar in de volledige politieke actieve, in de actieve politiek, had hij handelend kunnen optreden. Dus 3% blijft 3%. Hoe dan ook, ongeacht de omstandigheden in 2014. Nee, dat zal ik natuurlijk nooit zeggen, want ik weet niet hoe die omstandigheden zijn. Maar zijn de vooruitzichten? In principe vindt de VVD in ieder geval dat wij zeker... Als ik tegen mijn zoon zeg, je moet niet meer uitgeven dan je hebt... Ja. Waarom zou ik dat dan niet tegen de Nederlandse staat zeggen? Ja, dus dan is heel simpel. Is die 3%-eis dus hard ook in 2014? Ik ga me niet ergens op vastleggen, bovendien ben ik geen woordvoerder, maar het lijkt mij dat het buitengewoon raar zou zijn als de VVD dat los zou laten, ja. Dat lijkt me buitengewoon raar. Nou ja, dit jaar doen jullie het al dus. Omdat er zeer bijzondere omstandigheden zijn. En die kunnen er volgend jaar dus ook weer zijn. Dat denk ik niet, maar vraag het mijn collega woordvoerder die over de financiën gaat. U kunt heel goed koken, hè? Nou, heel goed. Ik vind het leuk om te doen, ja. Met militaire discipline heb ik begrepen in de keuken. Zeker als vrienden komen, dan staat er een menu op de koelkast gespijkerd... Ja. Met daarop wie wat moet doen. En chef-kok Elias houdt alles met een militaire precisie in de gaten. Je hebt Bart Jochems gesproken. Heel goed. Die was erbij, ja, dat klopt. Zeker. Binnenkort doe ik het met mijn medewerkers. Team Elias. Dus met die beleidsmedewerkers die zo ontzettend geschoffeerd zouden worden door mij. Die het allemaal heel leuk vinden om dan te komen koken. En dat is, we noemen dat teambuilding. U speelt piano, had van opera... Zeezeilen? Ja. Waar bevindt u zich op het schip dan? Nou, het laatste jaar zijn we van Barcelona naar Sardinië gevaren. Maar ik bedoel meer op het schip zelf? Aan het roer, maar ook in de kombuis. Ja? Ja, zeker. Staat te koken. Nee, maar als je 2-3 nachten doorzeilt, dan is het heel prettig als de warm eten naar boven komt. U bent bijna 60. Nou, 58. 58. Hè? 58. Zoveel geldingsdrang tegen je 60ste. Ja, ziekelijk. Het valt allemaal reuze mee met die geldingsdrang. Ik heb mijn bedrijf verkocht om tegen een aanzienlijk lager salaris Kamerlid te worden. Ja. En ik leg daar maar waarom dan? Mijn ziel en zaal. Ik vind het interessant en ik vind het belangrijk. Het heeft niks met geldingsdrang te maken? Ik ben Kamerlid geworden omdat ik het Kamerlidmaatschap eervol en mooi werk vind. Heeft het iets met Ik heb heel erg weinig de publiciteit gezocht de afgelopen jaren. Ik erger me helemaal gek aan het feit dat de journalistiek zo gemakzuchtig achter die stroovuurtjes aanrent. Tofik Dibi, wie weet nog wie het was. Hero Brinkman, niet van de buis te slaan. Ja. Niets bereikt. Ja. Niets bereikt op langere termijn voor Nederland. Ja. Dus ja, het valt wel mee met die geldingsdrang. Als ik dat zou willen, dan had ik ook in al die programma's kunnen zitten. Mensen die het goed kennen zeggen, hij wil echt heel graag laten zien dat hij het heel goed doet. Dat hij het goed kan. En misschien wel om beter te zijn dan zijn vader. Zijn vader was de beste onderwijsjournalist van Nederland. Ja. Voor de Tijd en voor NRC Handelsblad. Was hij complimenteus in uw richting eigenlijk? Mijn vader heeft heel weinig van mijn carrière meegekregen. Want hij is bij een ongeluk overleden toen ik 25 jaar was. Ja. Beter dan mijn vader. Ik vind dat een beetje psychologie van de koude grond. Ik had wel heel erg veel respect voor hem. Ja, absoluut. Maar zit er iets in? Ik herken het niet. Maar ik heb wel van thuis uit meegekregen dat je gewoon moet buffelen en dat je er wat van moet maken. Mijn vader was een hele moedige man. Die kwam terug uit het concentratiekamp en was bijvoorbeeld de eerste die aan de orde heeft gesteld dat de communisten een hele smerige rol in het concentratiekamp hadden. Er is een boek over verschenen na het kamp. Ik heb dat ook allemaal na zijn dood pas ontdekt, eerlijk gezegd. Waarin dat vrij uitgebreid beschreven wordt. Heel indringend is dat om later, nadat je vader al is overleden, erachter te komen hoe dat geweest is. Maar zou het dan juist ook vanuit die achtergrond mooi zijn als u juist op zijn terrein ooit minister zou worden? Minister van Onderwijs? Nee, ja, u zit mij in een vreemd te duwen. Alsof dat mijn allerhoogste ideaal is. Wat is uw allerhoogste ideaal? Nou, wat ik nu doe vind ik heel erg leuk. Maar ik vond het ook ontzettend leuk om ondernemer te zijn. Zelfstandig een bedrijf op te bouwen. Werkt uiteindelijk 12, 13 man. Ik vond de journalistiek enig. Ik vond het goed om te wisselen. Om verschillende dingen te doen. Dus het is... Maar dat lijkt net alsof u dan zegt, ik zie wel weer waar ik over een jaar of drie uithang. Nou, als dit mijn laatste kunstje is, dan heb ik dat met plezier gedaan. Ja, oprecht. En als er iets anders gebeurt, vind ik dat ook leuk. Ik was graag Kamervoorzitter geworden, daar draai ik niet omheen. Maar daar heb ik ook niet langer dan 2 of 3 dagen over lopen griepen, thuis. Niet langer dan 2 minuten in de Kamer. Want ja, als je verliest, dan moet je niet zeuren, dat hoort erbij. En zo gaat u door. En binnenkort gaat u koken met uw
fractiemedewerkers? Nee, met mijn medewerkers. De hoofdgerecht wordt? Dat weet ik nog niet. Ik denk kalfswang. Kalfswang. De kalfswanger van Ton Elias. Ja, mooi uit is dat. Ik dank u zeer voor uw komst. Prima. En u thuis, dames en heren, dank voor het kijken. Dit was de laatste Oog in Oog in deze reeks. Vanuit deze studio heet ik u vast een goede avond. Vanaf eind mei zijn we bij u terug op 28 mei om precies te zijn. En dan op de dinsdagavond om 8:30. Welterusten voor straks. Goedenavond. Hoe vindt u dat hij het nu doet? Wat was er niet goed aan de uitslag? Klopt u ook mensen om daar? Waarom kan jij niet tegen kritiek? Is dat dan allemaal posen?